Jij gaf vorige week al aan, Joshua Brunet is na het weekend weer welkom. Hoe is dat gegaan? Vlekloos. Hij is maandag er weer bij gekomen en woensdag even gezeten. Ik zie de Joshua die ik graag wil zien en die zelf ook wil zien. Dus fijn dat hij er weer bij is. Laat hij daarin ook zien dat hij misschien een soort van spijt betuigt? Of... Nou, kijk, vorige week hebben we natuurlijk een veel minder leuk gesprek gehad. En daar zijn een heleboel dingen gezegd. En dan hoef je dan niet meer naar boven te halen. Het gaat erom dat je dan weer overnieuw begint. Dus was eigenlijk, dat is niet aan de orde meer geweest. Als laatste daarover dan, voor zijn beschikbaarheid weer voor de wedstrijd, dan is hij ook weer gewoon... In de picture voor de basis, laat ik zo zeggen. Het is niet dat daar dan nog een kleine van sanctie of zo. Correct. Okay. Gaat hij ook meteen weer starten? Dat zou kunnen, maar misschien ook wel niet. Nee. Nou, dat is in ieder geval één smaak extra ten opzichte van vorige week. Zerouki schorsing zit erop, die keert weer terug. Misitjan? Ja, daar hadden we echt wel op gehoopt. Maar die had echt een ontsteking aan zijn scheenbeen. En dan krijg je antibiotica. Vorige week had hij er zelf ook verhoging van. En die gaat het niet halen helaas. Ik denk naar volgende week toe is het wel positief. Maar het is voor hem wel eventjes wat krap. Want ook Cleonice en Rots zijn niet beschikbaar. Rots was al iets langer geblesseerd. Wat heeft er met Cleonice aan de hand? Ja, die had in de eerste helft had hij een tik gekregen. En daardoor heeft hij in zijn kuit klachten gekregen. Ja, dan zijn de smaakjes voorin wat minder. Vorige week, tweede helft, zag je natuurlijk dat Ugalde erbij kwam. Kunnen we dat dan ook verwachten tegen Fortuna? Ja, dat kan. Maar je weet wel, als je over dat soort dingen vraagt, dan kom ik allemaal met van die antwoorden waarmee je alle kanten op kunt. En zo wil ik het ook graag houden. Dat is duidelijk wie er niet bij zijn. Is het ondertussen ook een update van de andere al wat langer geblesseerde spelers? Want ik meen dat ik Brama weer present zag op het veld. Ja, Wout heeft deze hele week, het begin van de training, de warming-up en paarse trappen steeds meegedaan. En dat gaat de hele week goed. Dus dan kan er volgende week misschien een positiespel bijkomen. En zo willen we het rustig opbouwen. Matthias Schöle, eigenlijk hetzelfde. Die mag wel meer doen, maar die mag niet in duel. En voetbal is een duelsport, dus dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Nou, Sadilek komt dit weekend komt hij weer terug. En op korte termijn zijn Schöle en Sadilek nog niet beschikbaar en Brama ook nog niet. Maar ja, de zon begint wel weer een beetje te schijnen, dat je weer ziet van ze staan weer op het veld. En straks kom je ook weer helemaal bij de groep. Even terug naar vorige week. Dat de gelijkmaker zo laat valt is natuurlijk teleurstellend. Toch, ten opzichte van die weken ervoor, waar het daar soms ontbrak aan instelling en strijd, had jij denk ik vorige week daar niet over te klagen? Of zeg ik dat verkeerd? Nou, die instelling en strijd die heb ik wel op een paar momenten gemist. En niet altijd bij iedereen, maar uit bij Vitesse de tweede helft, uit bij Groningen de tweede helft. En de hele wedstrijd bij Go Ahead bijna, zeker na dat desastreuze begin, was dat een manco. En vorige week, ik vond dat de jongens het fantastisch hebben opgepakt. En ze hadden eigenlijk die overwinning moeten pakken. En dat hebben we helaas niet gedaan, maar motivatie was top. Sterkt jou dat misschien naar het restant van de competitie toe, die wedstrijd van vorige week? Nou ja, als je zegt sterk, dan... Ik persoonlijk, en ik hoop ook de ploeg, zit niet zo diep zoals mensen soms ons neerzetten op dit moment. We hebben wel, ik geloof 6 wedstrijden op rij niet gewonnen. Maar niet al die wedstrijden waren allemaal slecht, bijvoorbeeld. Ik weet wel zeker dat we ook weer een sprong vooruit maken als iedereen weer helemaal beschikbaar is. Maar ik denk dat we met dit elftal ook morgen kunnen winnen bij Fortuna. En dat zou wel eens mooi zijn, want hebben we het nog wel, hoeven we niet omheen te draaien. Moeite om de wedstrijden te winnen en we hebben nog 5 momenten daarvoor. En als je dat nu doet, dan krijg je ook dat gevoel van we komen er weer aan, we zijn er nog, vertrouwen, beter voetballen, spelers die terugkomen, de lente die gaat beginnen. Dat scenario, dat hoop ik dat allemaal gaat plaatsvinden. Die kansen liggen er dus tegen Fortuna, geef jij ook aan. Maar ja, zo moet je natuurlijk ook altijd wel een wedstrijd in gaan. Maar waar zou dat vooral kunnen liggen in dit duel? Ja, Fortuna vind ik een van de... ik vind het eigenlijk een rare ploeg.
Yilmaz doet verdedigend niet zo heel veel. Je ziet wel, hè, dat is de spits, Boerik Yilmaz. Je ziet de kwaliteiten van afdruipen in momenten, maar soms doet hij helemaal niks. En de rest van de ploeg werkt keihard, kan ook heel laag verdedigen. Maar tegenstanders voetballen ook allemaal niet zo lekker tegen Fortuna. Het ziet er allemaal een beetje rommelig allemaal uit. Ik zie ook dat er ruimte ligt tussen linies. Ze maken ook individueel nog wel eens een foutje. Ja, en wij moeten gewoon, zoals vorige week ook, we scoren 3 keer. Maar dat was eigenlijk toch weer te weinig als je ziet wat je hebt gecreëerd. En ja, dat is zoiets waar wij zo tegenaan hikken. En als ze maar efficiënter worden. Er zijn van die clubs die vorige week wonnen, geloof ik, van de top 5. Eigenlijk is het nu top 4, moet ik helaas toegeven. Winnen de 4 met 1-0 in een saaie wedstrijd en ook wel moeizaam. En ja, dat lukt ons op het moment niet, maar daar gaan we wel voor. Misschien dan tot slot, en ja, dat is misschien wel heel opportunistisch, maar staat er dan na vorige week, deze week, gaat er dan wat extra aandacht naar het verdedigen bij standaard situaties, dan met name hoekschoppen? Maar we hebben die week ervoor er zoveel aandacht aan besteed. En dan ging het aanvallend goed en verdedigend niet. Maar het is wel weer besproken. Ja. Okay. Nou. En geoefend.